Laten we deze oefening nu oplossen aan de hand van een diode en uitgaan van het praktische model. In dit geval is de diode nog altijd een doorlaat aangesloten en dat wil zeggen dat we de diode kunnen vervangen door een gesloten schakelaar. Maar nu nemen we ook in rekening dat er een spanningsbron van 0,7 volt staat over de diode die moet overwonnen worden eer dat de diode in geleiding is. We kunnen dit eenvoudig circuit dus vervangen waar de diode staat. Als we dan gaan rekenen en we willen terug de stroom in de kring berekenen, dan zien we hier dat we een spanningsbron van 10 volt hebben. We verliezen 0,7 volt over de diode en deze spanning staat over de weerstand. Dat wil zeggen dat de totale stroom 10 volt min 0,7 volt gedeeld door de weerstand, dus in dit geval nog altijd 1 kilo ohm, en dit resulteert in een stroom van 9,3 milliampère. Als we nu de spanning over de diode willen berekenen, de spanning over de diode wordt hier gegeven en is fixed 0,7 volt voor het praktische model.